11 jaar vonden wij dat er een nieuwe trofee moest komen. En dat er voor het oude trofee een mooi plaatsje gezocht moest worden. Waar kan een trofee dan beter thuis zijn dan het Oetelongse gemeentemuseum? Nergens. Precies. 11 jaar heeft deze trofee 11 verschillende kandidaten van onder de sproei gehad. Dus komt nu wel een goede en mooie rustplaats te verdienen. Ja, het staat allemaal hier op. Ik kan het niet zo snel. Het is niet op rij. Ik weet erop dat het museum uit je jasje groeit. Maar ik hoop dat je een leuk plaatje voor deze oude trofee kunt vinden. Dankjewel. En als je dit gaat ondertekenen, dan wil ik het in ontvangst nemen. Ja. Als het gebeuren is. De rest komt er wel. Ik zal ook wel. Het is iemand. En die is groter dan ik. Dat is niet zo moeilijk. Nou, dan ga ik een aantal mensen teleurstellen. Want het is een. Mefske. Mefske. Ja, we hebben een jungske gehad, we hebben dit jaar weer een mefske. Het is iemand die in 96 met een dikke buik overgehaald is om assistent te zijn bij Peter van der Schoot bij het Prins Keuze Keindekwek. Het is iemand die de smaak te pakken had bij de jeugd en zich vervolgens ingezet heeft om zeker 3 jaar het secretariaat van jeugdzaken te doen. Het is ook iemand die zich heeft laten strikken om 11 jaar voorzitter te zijn van het Oetelkrabbel Knutselfeest. Ze heeft nog eens een keertje 4 jaar in het BP gezeten en waar we haar misschien wel het meest om roemen is dat ze, zonder op de voorgrond te treden, al van 1998 begeleidster is van de jeugdprinsengroep. En ik vertel je, dat is niet makkelijk, want als je klaar staat om te vertrekken, dan moet een ene nog plassen en een ander heeft zijn cola nog niet op en de derde is zijn wanten kwijt. Maar deze dame heeft dat allemaal onder controle, doet dat al een heel aantal jaren. Wij willen hier graag onder de sproeier Inge Moors. Kijk eens een mooie. Mensen, Inge die is heel lang geleden, toen ik nog niet bij de club zat, begonnen als een gietertje. Ja, helaas, ze maakt geen muziek meer, maar doet ontzettend veel voor Oeteldonk. Ik heb hier de nieuw ontworpen trofee. Je bent de allereerste, je naam staat er al op. Heel erg gefeliciteerd namens alle gieters. Proficiat. Yeah.
mens. Ik, jullie willen dat niet geloven, maar zelfs mijn man is binnen. Super bedankt voor deze fantastische eer die ik voor een jaar mag dragen in ieder geval. Maar ik wil wel even mijn commissie zeker naar de voorgrond halen. Frank, Eline, Walter inmiddels en ons Aniet. Die het voor mij mogelijk maken om dit mooie feestje en mijn werkzaamheden voor Oeterdonk nog voorlopig wat jaartjes door te blijven doen. Dankjewel. Maar mijn vriendinnetjes worden ook...